Ik ben vandaag gekomen hier naar de Sint-Pieter omdat er een avond is georganiseerd door de gemeente Medemblik. De gemeente komt naar de burgers toe en die vraagt wat de burger ervan vindt. En hier kun je je stem laten horen. En als je dat niet doet, dan kan je er later niet steeds tegenaan schoppen van ik vind het niet goed. Je hebt nu de kans om er wat van te zeggen. Je hebt mensen die heel graag morgen willen starten en anderen zeggen van ho, niet bij mij in de achtertuin. Dus de diversiteit is echt groot. Nou, het is goed dat het georganiseerd wordt, dat iedereen erover mee kan denken. Alleen, ja, je moet wel in je achterhoofd hebben dat jij als persoon maar ondergeschikt bent aan het algeheel. En dat is niet bij iedereen hier het geval, geloof ik. Ik had zelf aangegeven van, denk ook eens wat innovatiever. Je kan geothermische warmte gebruiken om stoom op te wekken, op de ouderwetse manier eigenlijk. En die via een stoomturbine om te zetten naar elektriciteit. En dat is meegenomen en dat vond ik ook heel, heel prettig. Het werd net nog even herhaald, dus ik was helemaal blij. Ja, je wilt toch de wereld goed achterlaten voor je kinderen. En ja, ik ben gewoon benieuwd hoe dat gaat worden, want er moet wat gebeuren, dat is gewoon zeker. En dan moeten we met z'n allen wat aan gaan doen.